Alle actieve ambtenaren die minder dan 12.000 per maand verdienen, zullen ondersteuningstoelage krijgen van 1000 SRD. Dit maakte president Chandrika Prasad Santokhi vanmiddag bekend op een persconferentie. De AOV, kinderbijslag, mensen met een beperking en zwakke huishoudens zijn ook meegenomen in de nieuwe maatregelen. AOV voor personen vanaf 60 jaar. Dus op dit moment, zoals ik eerder zei, 750 per maand. En dit bedrag wordt verhoogd naar 1000 SRD per maand. AKB kinderbijslag is op dit moment 75 SRD, gaat naar 125 SRD per maand. Mensen met een beperking, die krijgen op dit moment 500 SRD per maand. Dit wordt verhoogd naar 750 SRD. Zwakke huishoudens, die krijgen nu 500 SRD per maand. Dit wordt verhoogd naar 1000 SRD. De ambtenaren die krijgen per maand als toelage, ondersteuningstoelage, 1000 SRD. De gepensioneerden die krijgen een bedrag van 750 SRD, omdat deze groep ook vanuit AOV reeds een verhoging krijgt. De onderstand is ook verhoogd. Dat is het bedrag 350 SRD. En dat zijn allemaal maatregelen die we treffen om de koopkracht te versterken naar de samenleving toe. Het staatshoofd gaf aan dat hij het weet dat met deze koopkrachtversterking de prijzen in de winkels weer omhoog zullen gaan. Er zullen strenge fiscale maatregelen getroffen worden. Terwijl geen enkel reëel argument is om die prijzen daar te gaan verhogen. En tegen die achtergrond hebben we als regering ook beslist om na te gaan in de hele keten van wat de factoren zijn die bijdragen tot de verhoging van de winkelprijs. Want het is niet alleen bij de winkel, er zijn ook tussenschakels. En daar hebben we het besluit genomen dat het fiscaal toezicht op de importeurs en alle schakels geïntensiveerd zal worden. Als je tussenpersoon optreedt, gaan we ook kijken naar je fiscale positie. Zodat we daar die prijzen beheersbaar kunnen houden en dat de prijzen betaalbaar kunnen zijn. President Chandrika Prasad Santokhi. De ondersteuningstoelagen worden vanaf deze maand uitbetaald. Het pakket aan maatregelen wordt betaald uit besparingen en uit de begroting.